Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 7 juni van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we overwegend veel wolken boven ons land, maar boven het zuidwesten zijn opklaringen en die opklaringen breiden in de loop van de avond over ons land uit. De wolken en de buien verdwijnen naar Duitsland en de wind neemt geleidelijk aan in kracht af. Vannacht raakt het echter weer bewolkt en lokaal kan er wat regen vallen bij een minimumtemperatuur van 12 tot 14 graden en een matig tot vrij krachtige zuidwestelijke wind. Morgen valt er lokaal eerst nog wat regen, maar 's middags blijft het droog en komt de zon af en toe erbij en met 20 tot 25 graden is het warmer dan vandaag. Vrijdag en in het weekend hebben we ook veelal temperaturen van 20 graden of hoger. Op zondag wordt het zelfs zomers warm met 25 tot 29 graden. Het is wel onbestendig met vooral vrijdag een paar buien. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.